Nee. Broertje. En Joey AK. Zo. Ik ga hoe dan ook dood. Yes, what up guys, mijn naam is QC. En ik ben Petje Mossa, man. Ja man, en we zijn er weer, man. Ja man. En we hebben dit keer een leuke challenge voor je, zeg. Heel leuk. Ik bedoel, iedereen kent wel de Fuck, Marry and Kill challenge. Ja. Dat heeft iedereen al een beetje gedaan. Ja. Dus ik dacht, hé, laten we met een eigen versie komen. Beroven, samenwerken of vermoorden. Ja. En dat gaan we dus doen met rappers. En dan gaan we erachter komen of we ze gaan vermoorden, beroven of samenwerken. Oh, lekker man. Ja. Mogen vloggende rappers ook nog? Wat? Vloggende rappers? Dus, hey. Jongens, ik wil even van tevoren al zeggen, liefde naar alle rappers die er voorbij gaan komen. Het is geen disrespect of zo, maar hey, dat zijn keuzes die je moet maken. Dus het is niet de een of andere nieuwe rap beef of zo. Nee toch? Ja, en als iemand een rap beef wil, kom maar. Let go! Lekker man. Ja, nou joh, ik denk genoeg gepraat, laten we gewoon beginnen man. Ja, toch? Is cool. Ik heb er niet al zin in man. Ik ook man. Lil Kleine, Ronnie Flex en Mario Cash. Ja, wat doe je? Ja. Even kijken, man. Samenwerken met Ronnie Flex. Mm-hmm. Nou, ik wil gewoon loven. Oké. Okay. Ja, toch? Ja, toch? En, Dat is moeilijk, hè? Ja, dat is moeilijk. Dus je zit sowieso in je hoofd te kijken van, wat moet ik met Mario Cash doen? Als je hem gaat beroven, ben je de lul. Ja. Ja, ik denk dat ik het door Mario Cash maar vermoord, dan ben ik gelijk van het probleem van. Besef dat Mario Cash al gewoon zijn leraar heeft gedoeken. Ja. Laat staan als je hem zou beroven. Ja. Maar ja, als je Mario Cash doodmaakt, ja, dan komt er wel een hele gang achter je aan. Hè? Ja, maar kijk, weet je wat het is? Ja. Ik beroof liever Lil Kleine, want Lil Kleine beroof ik gewoon voor het geld, man. Ja? Nee, ja, nee, wel een dikke stack. Een hele dikke stack. Maar ik denk wel dat je een probleem hebt als je Mario Cash vermoord, man. Ja, heel erg, maar... Ja. Gelukkig gebeurt het niet echt. Oké. Okay. Hey. Hey, sorry, maar Mario. Oké. Ali B. Mm-hmm. Nessim. Mm-hmm. En Moula B. Oké. Okay. Ja, met Nessim sowieso samenwerken. Ik bedoel, dat doe ik nu al. Ja. Dus ik vind Moula B ook heel tof. Zou ik er best wel een track mee willen maken. Maar ja, ik werk samen met Nessim, weet je. Dus gewoon je loyaliteit. Ja. Zo. So, ja, dan Ali B beroven. Ja. Ja, die man heeft geld. En Moula vermoorden. Zo, ja, is wel fucked up, man. Dat is wel boos, man. Dat is wel boos. Ik denk dat die man Wilde West achter mij krijgt. Ja, dat is boos, man. Ja, maar sowieso, Mo van Wilde West krijg je dan achter je aan. Dus dat is niet fijn. Maar ja, Ali B heeft het geld. Dus als je dan iemand moet beroven, dan Ali B. Ja, nee, begrijp je. En, ja. Ik kan ook met Nessim, want daar staan de deuren altijd makkelijk open. Die was slecht. Hey, sorry man. Ja, het is al een tijdje geleden, ja, dus ik kan het wel. Ja. Latifa, Chief en Hef. Ja? Ja. Wat dan? Ik zou samenwerken met Latifa. Zo, op wat voor manier bedoel je dat? Op een normale manier. Ja, hoe zou samenwerken met Latifa dan? Gewoon dat ik een toffe artiest vind. En ik denk dat zij nu het meest gaande is op dit moment. Van die drie, toch? En dan noemde je Hef en? Chief. Ja. Nee, maar ik denk ik moet Hef denk ik vermoorden. Want Chief heeft denk ik meer geld. Hij heeft genoeg rollies, dus die moet beroven. Oké. En ja, Hef. Maar liever niet toch Hef vermoorden? Nee, eigenlijk liever niet. Ik zeg, Hef is eigenlijk mijn inspiratiebron geweest, weet je. Maar ja, sorry man, hè. Ik vind nog steeds top. Maar Oké. Ja, dat is hem man. Dat komt weer bij Hef ook. Ik heb Hef in mijn rijtje. Ja. Hef, Fresco of Rodjoch? Zeg maar nog eens een keer. Hef? Ja. Fresco? Ja. Rodjoch? Zo. Wie heeft dit bedacht? Om dit zo te doen? Dat is fucking moeilijk. Hef, Sam? Of Nee, wie heeft deze concept bedacht, man? Jij hebt het concept bedacht. Ja. Ja. Ja, Hef is gewoon mijn nummer 1 rapper, dus dan gewoon daar samen mee werken. Huh? Dan, ja... Maar ik zeg wel eerlijk, met Fresco zou je hele enge pokken kunnen maken. Ja, dat wel. Ja. Maar Fresco dan... ja, ik weet het niet. Maar als ik Rodjoch vermoord, dan is 1-1 bar sessie er niet meer. Ik kan toch iemand anders overnemen? Je hebt Barons ook nog.
Oh, ja, mensen, ongelooflijk. Rondjoch beroven. Ik denk dat Rondjoch wel wat geld heeft gemaakt bij de afgelopen tijd bij 101 Bars. Ja. Die heeft wel wat eruit gesleept. Ja. En Frisco. Bro, Frisco is een inspiratie voor mij geweest. Heel ja. Maar als we hem vermoorden, weet je, je wordt nog meer een legend als je... Als je dood bent gegaan. Nou, dat is heel mooi, ik zie waar je naartoe gaat. Ja, maar dan ben je een soort van inspiratie, weet je, dan ben je zeg maar die legend. Ja. Dus dan, ah, moeilijk. Rotjoch dan beroven, omdat ik denk dat hij gewoon financieel beter zit, hè, denk ik. Ja. En dan Frisco, gewoon Frisco dan een legend maken. Ja. Ah, het is even mooi gemaakt. Legend maken, dat klinkt beter dan vermoorden. Ja, legend van Frisco maken. Ja, hij is sowieso een living legend, maar als je dood bent, ben je nog meer legend. Sorry maar Fris. Nou ja, je hebt hem heel mooi gebracht. Ja, weet je wat het is? Als ik nu zeg dat ik Rotjoch vermoord, dan krijg ik geen 160 meer. Joe Silvio. Ja. Boef. En John Afrizen. Oeh, even kijken man. Met wie ik zou samenwerken? Ja. Met wie, ik zou sowieso met Boef samenwerken. Ja, hoezo? Nou, de, maakt niet uit, iedereen die met hem samenwerkt is gelijk klaar. Ja. Ja. Dus ja. Dat is gewoon genoeg reden om met Boef samen te werken en dan ben je gelijk binnen. Oké. Okay. Snap je? Oké. Okay, dus... Dat is Justin Bieber alleen al van Nederland. qua impact zeg maar. Impact, ja, ja, oké. Okay. Niet qua muziek, maar... Met Boef samenwerken? Ja. En dan? En wie, welke twee hadden we nog meer? Joe Silvio en John Afrizen. Wie zou ik vermoorden, man? Nou, laat ik zeggen wie zou ik beroven als eerst. Wie heeft het meeste money van? Dat is moeilijk, maar ik denk dat Joe Silvio wel harder is gegaan de afgelopen tijd. Die heeft wel echt wat... Ja, maar John Afrizen pakken ook enge shows. Ja, dat wel. John Afrizen lijkt ook heel eng. Met hele band en zo, dus daar wordt hij wel vast wel omgeboekt ook. Ja. Ja, zeg maar. Ik vind het moeilijk, man. Ik denk dat ik, als ik echt moet kiezen, man. Wie moet ik het loodje laten leggen? Zou ik John Afrizen beroven? Ja? En Joe Silvio vermoorden? Oh, nee. Ja, dat is fucked up. Ja, alle twee vind ik fucked up. Ja. Als ik ze omdraai, denk ik, ja, dat vind ik ook fucked up. Ja. Maar voor wie zou je meer bang zijn als je hem zou beroven? Ik ben voor niemand bang, bro. Nee? Nee. En Mario Kart dan? Ja, alleen Mario Kart. dit is de laatste, toch? Volgens mij. Fake Nij. Oh. Broertje. Mm. En Joey AK. Zo! Ik ga hoe dan ook dood. Ik ga hoe dan ook dood. Ja. Doe dat voor lijst. Ja, gewoon een lijstje, weet je. Ja. Ja. Oh. Even kijken. Oh. Ja. Je begint al bijna te zweten. Vic 9 moet ik sowieso mee samenwerken. Ja. Ik bedoel, ik vind ze alle drie toffe artiesten, hè? Ja. Maar met Fik 9 kan ik sowieso, hem hoef ik niet eens proberen te beroven. Wat moet ik doen? Moet ik met een bezoeker komen of zo? Misschien. Zo, ja, Fik 9 dan samenwerken. Ah, mijn broertje is ja. Wie ga je beroven? Maar sowieso de lul. Ah, jij broertje of Joey AK? Broertje dan. Beroven en daarna gewoon gelijk weer zijn spullen teruggeven of zo. Dat kan niet. Hoezo niet? Zo werkt een beroving niet, man, bro. Jawel, wel mijn beroving. Je kan niet iemand beroven en zijn spullen teruggeven. Ja, en dan Joey AK. Mooi, ja, ik ben sowieso bij alle drie ben ik fucked up. Ja. 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 Maar ik denk dat ik bij Fik 9 echt fucked up ben. Als je de verhalen hoort die rond te gaan. Dus een beetje weet hoe Fik 9 is. Dan, samenwerken. En bij broertje, ik denk als je broertje... Ja, die gaat je ook niet vergeven als je hem berooft. Ja, Joey AK denk ik dan vermoorden en broertje beroven en daarna weer teruggeven ofzo. Teruggeven? Ja, ja, maar ja, mijn fucked up lijst gegeven, man. Thanks, man. Ja, alsjeblieft. Ja, man. Thanks, man. Lekker, man. Lekker. Dat was het dan. Onze lijst is nogmaals dikke respect naar alle rappers die voorbij zijn gekomen. Dat was het eigenlijk, man. Ja, was niks persoonlijks. Nee. Nee, we moesten gewoon kiezen. Lekker, zo is het eigenlijk. Ja. In ieder geval bedankt voor het kijken. Vergeet de video niet te liken, te subscriben en dan zien jullie de volgende keer. Ciao!